Ik ben Lorraine. Hoe leef je en onderneem je nou vanuit liefde? En wat heb je daaraan? En is het makkelijk? Ja, ik vind het nu heel makkelijk. Maar nee, dat was in het begin niet makkelijk. Net als met tennis. Als ik daarnaar kijk, denk ik, wat een kipsimpel spelletje. Maar als ik ga tennissen, dan word ik gewoon flink ingemaakt. En ik doe dus ook te weinig. En dus als jij wilt leven vanuit liefde, dan moet je dat ook de hele dag door doen. En fouten maken mag. He, je zal heus wel eens een keer een bal missen, maar als je erin oefent, word je natuurlijk steeds beter in. En wat levert het je dan op? Ik denk dat het je oplevert dat mensen dichter bij jou in de buurt willen zijn. En dat levert je op dat meer mensen met jou willen samenwerken. En zeker als je net als ik ondernemer bent, is het gewoon fijn dat mensen met jou zaken willen doen. En dat je daardoor je omzet stijgt. En dat je daardoor veel meer met je geld kan doen. He, dat kan je ook weer op een hele liefdevolle manier besteden. Hoe leef je nou vanuit liefde? Nou, ik denk dat alles wat je doet, dat je dat doet uit een daad vanuit liefde of een schreeuw om liefde. En als zodra je dat weet en dat je dus ook weet dat een ander dat ook doet, dan wordt het allemaal al een stuk makkelijker. Vervolgens ga je kijken, hey, waardoor word ik nou getriggerd? Dus iemand doet iets en dan denk je toch van, vind ik niet zo leuk wat die persoon daar doet. Dan kijk je bij jezelf, doe ik dat ook wel eens? En zit daar een kern van waarheid in dat ik dat wel eens doe? En zo ja, waar in mijn lijf voel ik dat dan? En waar komt het dan vandaan? En wat moet er dan gezien worden? Hoe kan ik dat dan helen? En dan ben je weer een stapje verder. Een stapje verder op de ladder om te leven en ondernemen vanuit liefde. En dat je dus ook keuzes kan maken. Dat je keuzes kan maken vanuit je hart. Waar flow op zit. En dan ga je nog meer groeien in je business. Dus leef vanuit liefde, dat gaat je heel veel opleveren. En liefde is voor mij niet alleen de liefde voor je partner. Of dat je zegt 14 februari is het vandaag. Dat je denkt, nou, een geheime liefde of wat dan ook. Nee, liefde is voor mij veel breder dan dat. Veel breder ook dan de liefde voor je kinderen, voor je ouders. En nog breder dan liefde voor de natuur. Dus dat je je één voelt met alles wat leeft. Of misschien ook wel dat wat niet leeft. En dat je niet meer denkt dat je afgescheiden bent, zoals het ego denkt, maar dat je leeft in die verbondenheid. En als je leeft in verbondenheid, kun je je ook nooit aangevallen voelen. Want als alles één is, hè, dan ja, je teen zou jij ook nooit aanvallen, want het is onderdeel van jou. Hè, dus het is alles, ja, alles is één, alles is energie, alles is liefde. En er is geen leven zonder liefde en geen liefde zonder leven. Ik wens jou een geweldige Valentijnsdag en geniet van leven vanuit liefde.